Zo, hallo iedereen en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Stefan Kleef en het is een tijdje geleden dat ik de camera weer heb opgepakt. Er zijn weer tussen de tijd dat ik een video op YouTube heb geplaatst en de tijd dat ik, in ieder geval de tijd dat ik wat op YouTube heb geplaatst en de tijd en nu, zeg maar nu, zijn er wel een aantal dingen gebeurd. Er is niet zo heel veel veranderd. Bijvoorbeeld, de deurmelder zit er nog steeds op. Kijk, hij zit daar zo, daar zo. En er zijn, de begeleiding is onder andere bij me langs geweest. Ik kan je natuurlijk niet alles vertellen wat er in het gesprek is voorgevallen. Maar in ieder geval, zonder namen te noemen, verder ook, moet ik jullie wat heel grappigs vertellen. Want heel lang geleden, toen ik 24, 23 was, laat ik het zo zeggen, heb ik de boel lopen verdraaien, zeg maar. Werden dat jaren deze video ook gaat zien, als ik vertel dat het weer anders is gegaan, dan word ik er weer op aangesproken, heb ik jaren geen zin in. Maar in ieder geval, dat ik vond het niet, ik persoonlijk... Ja, vond ik dat gesprek niet zo heel eerlijk gaan, maar weet je, dat is mijn mening. En weet je, iedereen heeft zo zijn eigen mening daarover, maar ik persoonlijk vind het heel lastig als er hier, maakt niet uit wie hier op mijn bank zit, ja, dat er dingetjes anders wordt verteld aan mij, want dat vind ik lastig. Dat er dingetjes anders aan mij worden verteld. Dat dat eigenlijk gebeurd is, zeg maar. En het is sowieso al heel lastig voor mij. Want ik heb een beperking. En ik kan soms dingen anders opvatten, zeg maar. En ik vind het... Kijk, elke begeleider die hier werkt, die doet zijn uiterste best om, zeg maar, hier aan deze, waar ik naartoe wijs, aan die kant zitten en ik zit dan daar. Ik zit daar en zij zit daar. Als we nou rustig met elkaar in gesprek zijn, ja, dan is het gewoon heel lastig om dan... om dat te zeggen van, joh, nou, dit en dat is zoals is gebeurd. En dan dit en dat is sowieso niet gebeurd. Het is zo is lastig. Oh ja, ik moet je nog wat grappigs vertellen. Shannon. Nou ja, ik heb je wel eens een tijdje geleden gehad dat Shannon een klap voor mijn hoofd heb gekregen met haar handtas. Maar er zijn nog een aantal dingen gebeurd waar ik jullie eigenlijk nog niet heel veel over verteld heb, zeg maar. Vorig jaar, 2022... was ik buiten, bij mijn vriendin in de straat. En toen heb ik de uitgescholden en stokken naar haar gegooid. En daarvoor heb ik er ook al een paar keer beledigd. Zonder dat er eigenlijk goede redenen voor zijn. En ja, het is niet positief. Weet je, het is... Ik wist wel even van hand. Het is in ieder geval niet eerlijk gegaan. En vandaag, ik dacht, weet je, ze heeft al een tijdje, want ik zag het op TikTok toevallig voorbij komen. Dat zei ik nu, ze heeft sowieso veel relaties gehad, maar daar ga ik me verder niet over buigen, niet mee bemoeien.
Maar ze hebben sowieso heel veel verkering gehad. En ja, en ik moet je eigenlijk best wel bij vertellen dat, ja, dat sommige dingen niet helemaal eerlijk zijn gegaan. Ook niet naar haar toe niet, niet naar mij toe niet. En het is gewoon, ja, het is voor ons allebei is het gewoon hartstikke lastig. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste partij ga ik de goede kant op. Maar er zijn toch wel een aantal dingetjes waar ik toch een klein beetje aan moet werken, hoor. En weet je, het is niet makkelijk. Het is super moeilijk. En ik hoop gewoon dat we in het verleden, of in de toekomst, ik zeg verleden, ik bedoel in de toekomst, dat het gewoon weer beter gaat. Ik heb wat op mijn mond. Dus ja. Dan zit ik met mijn vingers voor die camera, wacht. Maar in ieder geval, het wordt in ieder geval beter. En ik hoop persoonlijk, ja. Maar in ieder geval, ja, ik wou gewoon even een korte video maken van dat het wat beter met me gaat. En ja, dat we hopelijk in de toekomst, dat het wat beter gaat en dat ik me niet meer als een pannenkoek gedraag. En dat gewoon alles gewoon soepel verloopt. Weet je, dat zou ik gewoon zo graag willen en niet dat de ene naar de andere misgaat, weet je wel. En ik hoop gewoon dat het beter gaat. Kijk, ik ben ook bezig om af te vallen. Maar in ieder geval, bedankt in ieder geval weer voor jullie geduld. Het duurde eventjes. Maar we gaan er, en er zijn weer een paar mensen verhuisd. Maar ja, die namen ga ik ook niet noemen. Maar je weet in ieder geval, op de derde verdieping zijn er twee mensen verhuisd. Op de eerste verdieping is er één mens verhuisd. Op de tweede is er één verhuisd. Maar hier op deze verdieping, hier op mijn verdieping, is er nog niemand verhuisd tot nu toe. Dus, maar in ieder geval, we gaan er in ieder geval leuke dingen van maken. En ja. In ieder geval, bedankt voor jullie geduld en bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, want ik wil heel graag naar de 200 aanschrijvers. Dus vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie allemaal de volgende keer. Peace!